Dinsdagavond vond de 19e Almeerse Hanukkah-viering plaats voor het stadhuis. Ook wethouder Jerzy Soetekau was daarbij aanwezig. Hanukkah staat wat mij betreft als feest ook symbool voor de overwinning van het goede op het kwade. De vrijheid die we hebben om het geloof uit te mogen oefenen, de religie te beleiden die ons na aan het hart ligt. En die vrijheid die voel ik hier in Almere en die voel ik als ik naar u kijk. En dat is ook de vrijheid die ik koester als wethouder met diversiteit onder mijn hoede. De wethouder stak het eerste licht aan. En de Rebbe heeft ons altijd geleerd dat waar donker is, waar duisternis is, moet je licht brengen. Waar oorlog is, moet je vrede brengen. Laten wij bij de poort, bij de Brandenburger Poort, in de plek waar Hitler 80 jaar geleden is in de macht gekomen. En hij zijn begonnen om mensen tegen elkaar te brengen, laten we daar een grote menorah aansteken. Twee dagen geleden is dat gebeurd. En de president van Duitsland heeft Rabijn Tachtel gevraagd om de eer te hebben om zelf de menorah aan te steken. En Rabijn Tachtel heeft hem gezegd, jij gaat de hoofdlicht aansteken. De licht die de andere lichten aansteekt. Dus daar in de plek waar 80 jaar geleden zoveel duisternis is begonnen. Dus 80 jaar later hebben wij daar licht aangestoken. Licht in plaats van donker. Vrede in plaats van oorlog. Oké, okay, we hebben de GNI met elk. Volgend jaar vindt er een bijzondere viering plaats. Volgend jaar gaan wij iemand van de gemeente, en dat zal nog blijken wie. Soms worden vertegenwoordigers vanuit de Tweede Kamer uitgenodigd. Dus dat moeten wij nog zien tot volgend jaar, december, wie de bijzondere gasten zullen zijn. Maar we gaan dit sowieso heel groot vieren, dat het dan 20 jaar is dat we dit vieren. En ja, dat wordt een bijzonder feest.